Dit is Mossel. En dit is Karel. Karel en Mossel hebben geen keuze, want ze zijn hier opgesloten. Ze zijn van mij. Be like Karel en Mossel. Hey, welkom. Leuk dat je er weer bent. Vandaag zijn we gewoon weer in de... Wow, in de hardcore wereld. En het wordt zelfs nacht, dus wij gaan gelijk weer naar binnen. Karel en Mossel, als het moment is, gaan we slapen. Dan mogen jullie al bij me kruipen. Oké, jongens. Vorige keer hebben we heel veel gemined. En we hebben dit gedeelte afgebouwd. Een beetje de chestroom. Wow. Verder gaan we deze... video wil ik slapen. Dankjewel Karel voor wederom op mijn schoot zitten. Ik wil lekker gewoon eventjes een farm gaan bouwen vandaag. Heel simpel, maar ik ga niet te veel aan jullie daarvan laten zien, want wie wil daar nou kijken? Dat ik gewoon lekker een beetje met mijn hoofd zit. Is ook niet zoveel aan voor jullie natuurlijk. Kapot! 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 Lekker voor je! Ja! Maar ik wil deze niet binnen maken. Ik wil niet alles in mijn grotje doen hier al. Dan ben ik echt zo'n ooga booga persoon, weet je. Dus dat willen we niet doen. We willen wel gewoon een beetje een plekje hiervoor hebben. Dus ik kan het of op het water doen, maar ik kan ook een soort mega grote... Nee, dat is niet waar. Ik wil zeggen mega grote brug. Maar ik kan ook een klein bruggetje maken. En dan daar gewoon mijn farm heb. Dat ik een beetje ergens anders mijn farm heb. Of juist helemaal daar. Maar waarom zou ik mijn farm zo ver doen? Dan groeit het ook niet. Nee, het moet wel binnen de chunk zijn. Dus, wat nou als ik gewoon daar mijn farm doe? Vet cool. En dan een soort pad ernaartoe maak. Dat klinkt als een leuk idee. Wij hebben nodig enorm veel dirt dat we niet hebben. Dus we gaan een nieuwe schep maken. En ook een nieuwe hoe, want ik ga niet met stenen tools meer werken. Disgusting. Dan gaan wij vast een locatietje bedenken. Hebben we ook hout nodig? We hebben altijd hout nodig. Nou, laten we die kant op gaan. Dit is wel een mooi plekje, hè? Een beetje dat rondingje hier. Of juist het uiterste punt hier. I don't know. Nou, sugarcane is voor mij. Mag niet meer groeien in het wild. Dat is verboden. Dus wat nou als we like hier een paal zetten. Hier een paal zetten. Hier weer een paal zetten. En hier ook weer een paal zetten. Hoe cool is dit? Kijk, de farm is klaar. Einde survival! Dat is trouwens helemaal niet waar. En dan maken we hem wel verhoogd een beetje. Dat is wel lijp. En dan hier de tussenlijn. En dan creëren we een soort meerdere soorten farms. En het hoeft voor mij niet allemaal groot en efficiënt te zijn. Het is wel leuk natuurlijk. Maar ik vind het heel leuk om gewoon een beetje mooi te bouwen. Een beetje dat het er leuk uitziet allemaal. Maar het moet wel werken. Het is niet dat het dan weer niet moet hoeven te werken. Dat zou wel weer poep zijn. Proppen we het vol met dirt. Proppen we het vol met dirt dat op is. Dus we hebben nieuw dirt nodig. Hallo gras, jij leeft niet meer, want je bent van mij. Net zoals Karel en Mossel. We hebben weer dirt. En we hebben behoorlijk wat zaadjes volgens mij er ook bij. 3. Behoorlijk wat. Nee, we hebben in ieder geval weer genoeg dirt om ons plan voor te zetten. Om onze farm hier af te bouwen. Zo, en dan plaatsen we hier natuurlijk mooi dit zo. Dat het een beetje netjes af is gewerkt. Uiteindelijk wil ik een coole automatische farm maken. Want dat vind ik altijd lijp om te doen. Plekjes voor water, leuk. Oké, nou, het ziet er in principe al prima uit. Alleen het vliegt nog een beetje. Dus we gaan wat hout hakken, want dan kunnen we dat oplossen. Maar mijn hout is op! Hallo god. Hout hakken is zo chill af en toe, hè. Kijk, ik laat het niet in de video's zien, want ja, er is geen reet aan voor jullie om te zien. Maar het is wel af en toe gewoon chill om te doen. Gewoon lekker een beetje hout hakken, een beetje kutten. Alright, laten we het in ieder geval terugbouwen. Kijk, nu hebben we in ieder geval één pilaartje, zo. Waardoor het zeg maar niet meer echt vliegt, weet je. Als ik er dan gewoon nog een paar van die maak. Misschien maak ik er 4 voor elke keer daar 1. Ik heb dan wel misschien daarnaast nog 1. Nou, dan moet ik er meer maken. Ik doe helemaal dom. Nee, ik maak er 3. Ik maak er 3. Gewoon, dat wordt leuk. Alright, dan plaatsen. Nee! Weet je hoe lang dit duurt om weg te halen? Moet je helemaal op een blokje staan om het weg te halen. Dan moet je weer naar boven omdat er geen lucht is onder water. Wie heeft dat ooit bedacht? Geen lucht onder water. Toenk, 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 toenk. Ik ga dood. Au. Ik verdrink bijna. Bijna verdronken in Minecraft. Wat zou het zijn? Dat ga ik als titel gebruiken voor deze video. Ik hoor een heks hieronder en het is heel vervelend. Lag het aan mij of hoorde ik daar echt een of andere mega unit van een walvis? Wat is er met Minecraft gebeurd? Zijn er walvissen of zo? Hallo? Help! Oh, daar gaan we weer. Au. Au. Wederom. Zo, en toen hadden we ineens pilaren aan de onderkant, waardoor het niet meer echt vloog, maar gewoon ergens op stond. Wauw. We hebben gewoon een farm. Althans, hij moet nu nog functioneel zijn. Hallo, Mossel en Karel. Goeie vogeltjes aan jullie. Ik ben trots op jullie. Laten we 1 bucket maken. Ik wil niet te veel iron verspillen aan buckets. Gewoon eentje voor nu. En die houden we dan voortaan bij ons. Dat gaat namelijk echt veel standig zijn. Nou, kijk. Stel, je kan er nu van onder, kan je erin en kan je eruit. Wanneer je wilt. We maken een soort dok, wil ik hier ook maken. Dus dat is een soort haven. Nou, haven niet, maar meer gewoon een plaats waar ik ook kan lopen. Een beetje van hout. Waar ik ook mijn kisten kan plaatsen voor mijn eten en zo. Maar mijn zaad. Waar ik dan gewoon mijn seeds kan plaatsen en zo. En weet ik wat. Alle plantjes. Alle zaadjes en zo. Dan nu gaan we het allemaal harvesten. Met deze texture packs lijkt het alsof er al wat geharvest. Wat irritant. Dan weet ik niet of er nou wel of niet iets in zit. Omdat het al groen is. Ja. Het verschil is er. Het verschil is er. Wat een prachtige farm. Oh mijn god. Hoi Karel. Hoi Mossel.
kan nog niet slapen. Oké, meloenen kan ik ook alvast plaatsen. Maar ik heb niet echt een solide iets gebouwd voor meloenen, besef ik nu. Maar daar kunnen we wat aan doen. We hebben even geslapen. Daar kunnen we wat aan doen. Hier, door middel van deze hoge avanceerde tactiek die ik nu bedacht heb, kunnen wij alsnog meloenen farmen hier. Hoppakee. En die groeien dan allemaal de goede kant op. Behalve jij. Jij hebt kans om verkeerd te groeien. Die kans gaan we jou niet gunnen. En voor nu planten we de sugarcane wel gewoon eventjes hier. Die gaan we uiteindelijk namelijk ook heel veel nodig hebben. En dan vind ik dit wel echt een prachtig iets. Kijk! Heel veel sugarcane. Nou, maar dan zo kunnen we het een beetje bijhouden. En dan hier kunnen we nog meer dingen farmen. Maar goed, jongens, genoeg over de farm. Ik wil ook nog heel graag daarheen. En ik zei dat ik dat dan bleef... Ik zei dat ik dat... Nou maar, weet je wat? Ik kom niet aan mijn woorden. We gaan het ook niet doen, puur omdat ik niet aan mijn woorden kom. We gaan naar de twee konijnen. Het is tijd om hun te begroeten. Oké, we hebben een bootje, jongens. We hebben een bootje. We kunnen eindelijk een keer leuke pad. Ik kon er legit ook gewoon heen zwemmen, maar nee. Nee, we moeten het legit doen. Eindelijk een keer naar die twee konijnen toe. Hallo, jongens. Zijn deze beesten überhaupt friendly? Hallo? Ben jij vriendelijk? Hallo, hallo. Hebben jullie geen weg vrij of zo? Of leven jullie gewoon hierop? Is dat het? Wat is jullie... Ik voel me geïntimideerd. Maar hebben ze geen... Oh mijn god, daar heb je nog meer ijsbergen. Wat lijp. Kijk, en daar wonen wij. Jongens, jullie kunnen ook gewoon geen kant op. Ja, jullie kunnen als jullie een beetje parcouren. Dan kunnen jullie naar de grote ijsberg hier. Kijk, help ik wel een beetje. Dan kan je zo. En dan kan je ook hierheen. En dan heb je gewoon een groter huis. Ja, jullie moeten eigenlijk daarheen. Ik vind dat we ze moeten redden. Ze verdienen het om gered te worden. Wat nou als ik het bootje... Kunnen ze in mijn bootje? Ik duw je in mijn bootje. Kom op, erin. Ja, goed zo. En dan? Kan ik je meenemen? Oh mijn god, dat dit werkt. Het is niet helemaal de bedoeling, maar... Ik neem je mee! Dit komt goed! Dit komt goed, vertrouw me! Ik neem je mee! Je krijgt een grote land! Oh, 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 oh! Dit is moeilijk! Oh mijn god, dat dit gaat. Als dit lukt, dan ben ik echt een superheld. Oké, kom op, nu alleen nog rechtdoor. Ik ben echt een superheld als ik dit voor elkaar krijg. Kom op, ijsbeer. Kom op, ijsbeer. Ja, ja! Je hebt een nieuw land! Oké, nu ga ik je vriendje halen. Ik ga je vriendje halen. Kom on, bruh. We gaan, ik ga je redden. Geen zorgen. Geen zorgen. Oh, god, het wordt wel nacht. Oh, crap. Maakt niet uit. Je moet weer naar je mattie toe. Ik vind het veel te zielig om je alleen te laten zoals dit. Jullie hebben veel te klein land. Kom op het bootje. Op het bootje. Kunnen ijsberen zwemmen? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Ze in Minecraft kunnen zwemmen, althans. Dat weet ik niet. Oké, blijf maar op het bootje staan. Blijf maar op het bootje staan. Dit gaat... Nee! Ze komen nu al, die rotbeesten. Laat me met rust. Ik ben de wereld aan het redden. Ik ben het milieu aan het redden. Laat me met rust. Deze man heeft hulp nodig, deze beer. Oké, kom op. Voor het goede doel. Dit is voor een goed doel. Nee! Oh, je kan zwemmen. Het is al fijn. Oh mijn god, nog zo'n beest. Waarom bestaan jullie? Jullie stinkbeesten, echt waar. Ja! En nu ben je de lul. Wat ga je nu doen, hè? Wat ga... Nee, mijn boot! Wat heb je gedaan? Kom op, we gaan. Het is tijd dat jij een beter huisje krijgt. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Jij kan zwemmen. Ik wist niet dat... Hey! Waarom ben jij hier mijn doel aan het verpesten? Jij ook. Alle twee. Ik word aangevallen terwijl ik de wereld red. Wat kut eigenlijk, terwijl ik de wereld red. Hier, waar is je broeder? Waar is je broeder? Waarom ben je in het water gegaan? Ik heb je mattie gehaald. Waarom ben je nou het water weer terug in gegaan? Hallo, kom op. Gewoon terug naar je nieuwe land. Het is daar veel veiliger. Het is groter, meer ruimte. Kijk, jullie zijn herenigd met elkaar. Kijk jongens, weet je wat? Ik ga jullie een huisje bouwen. Jullie verdienen meer. Ze verdienen gewoon een huisje, jongens. Ik weet het. Ze verdienen alles. Hier, als jullie nog een keer, zeg maar, overdakking willen hebben, hebben jullie ook een huisje. Ik heb een iglo voor jullie gebouwd, beesten. Het enige rot is dat ik het niet echt makkelijk kan belichten. Omdat, ja, dat smelt alles. Hier een beetje grotachtig maken, zo. Die gaten vinden ze vast niet erg. Hier, ze hebben gewoon een grot. Ga nou naar jullie nieuwe grot toe. Hé, kom op nou. Ik heb jullie niet voor niks iets gebouwd. Kom op, met je dikke reet. Je grot in. Waardeer wat ik voor je doe. Ik beveel het je. Blijf maar lekker bij je grot. Ik hou je vriendje wel weer. Goed zo, gaan we jou er ook heen brengen. Kijk! Hij vindt het leuk. Oh nee, hij gaat er alweer uit. Maar hij loopt tenminste. Ze staan niet meer zo ongemakkelijk stil wat ze eerst de hele tijd deden. Kijk, ik heb ze echt gered. Want ze waren eerst daar. En daar is nu een spin. Ja, en hij gaat zijn grotje in. Hij vindt het helemaal leuk. Weet je wat jongens, ik ga jullie nog meer... Oh, ik ga jullie zulke leuke dingen geven. Ik heb wat leuks voor jullie. Wat lekkers. Komt de jongens. Deze is voor jullie. Oh, ik kan jullie niet breeden. Nee, ik wilde jullie visje geven. Ik wilde je zo graag breeden. Maar waarom wil je nou niet? Weet je wat? Dit vind ik jammer. Ik heb zoveel voor jullie gedaan en dan nemen jullie mijn visjes niet. Zoveel voor jullie gedaan. Nou, jullie hebben in ieder geval een huisje. Kijk hoe blij ze met elkaar zijn. Kijk nou. Ze knuffelen helemaal. Voelen wij ons ook weer goed. Laten we even snel slapen. We laten het bootje lekker staan. Dat is vast wel veilig. Misschien vangen we nog een keer een zombie of zo. Of een drowner. Onze farm is nog niet echt heftig gegroeid. Er staat daar wel een beest dat elk moment doodgaat. Nee!
Ik wil geen toorts droppen. Kom terug. Jongens, weet je wat echt het leukste is in Minecraft van allemaal? Dat is wat echt waar. De hele reden waarom ik eigenlijk Minecraft speel. Vissen. Maar ik heb geen strings. Dus ik moet eigenlijk even een spinnetje tegenkomen. Maar ik heb hier niet echt een woestijn of zo. Want daar kom je meestal spinnen tegen. Oh mijn god, ik ga de strijd aan. Met deze nympho. Met deze niffo. Kom dan. Heb jij strings voor me? Weet jij waar een spin is? Gaat dit mijn doemnis zijn? Easy game. Doei. Een spin nodig. Eén enkele spin. Kijk, dat varken dat ik heb gespaard is er ook nog steeds. Maar ik weet als je... Met vissen kan je namelijk best wel leuke shit opvangen. Kijk, ik wil niet alles laten zien, want dat is echt boring. Maar ik wil gewoon vissen. Er is echt overal is gewoon ijs. Letterlijk overal. Ik ben echt omringd door ijs. Nog steeds. Jesus Christ. Dit is gewoon een puntje dus. Hier kan ik dus geen kant op. Vissen komt wel een andere keer dan helaas. Kijk, we hebben botten. En dan kunnen we een beetje dingen sneller laten groeien. Hier. Wow! Oké, dit is wel heel duidelijk wanneer het klaar is met deze texture pack. Jesus Christ. Dat is wel echt lijp. Dat ze dat... Huh, maar dit is ook klaar. Hé, het ziet er allemaal anders uit. Maar het is allemaal hetzelfde. Dat is verwarrend. Dus die is klaar. Die is klaar. Die is klaar. Die is klaar? Ja. Huh? En die is klaar. Oké. Dan kunnen we in ieder geval meer plaatsen. Weet je wat? Dat doe ik moeilijk. Ik kan net zo goed heel veel zaadjes even... Ja, gewoon pakken op deze manier. En dan gewoon even volproppen. Ben je nou nog steeds aan het kijken? En denk je van... Wauw, wat leuk, Jotem. Laat dan even weten wat je absoluut het leukst vindt. Om te zien of ik mijn base verder bouw. Of ga mijn huisje dus verder bouwen. Of dat ik op pad ben. Met dieren bezig ben. Aan het avonturieren ben. Dus de jungle even inga of zo. Laat even weten wat jij het leukst vindt. Ik vind het gewoon leuk om echt gewoon te kutten en van alles te doen. En lekker te bouwen, weet ik veel wat. Nou, 33 seeds moet wel genoeg zijn, hè. Willem. Zombies zijn gewoon Willem. Maar weet je wat? Ik doe voor nu doe ik hier ook gewoon weed. Want ik heb letterlijk nog niks anders. En dan heb ik gewoon extra. Kan geen kwaad, toch? En we kunnen al ons eerste broodje maken. Ja, we hebben een broodje. We hebben een broodje. Weet je, jongens, daar vind ik het voor nu wederom wel weer mooi geweest. Ik weet niet waarom ik naar binnen liep en weer naar buiten. We hebben een leuke video gehad. Leuke aflevering was het. Ik wil jullie enorm, enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou zo leuk dat je denkt van wow, ik ga echt abonneren nu op deze gast. Doe dat dan ook gewoon. Geen schaamte gewoon. Huts! Gewoon abonneren. En like even. Vooral even liken. Dat is ook leuk. Dus we doen mijn hoedje weer af voor beleefdheid. Dankjewel voor het kijken in deze video. Ik spreek jullie de volgende keer weer althans. Ik praat tegen jullie en jullie luisteren naar mij. Dat gebeurt meestal. Tot de volgende keer. Doei!